Wel, dames en heren, we komen zo langzamerhand toe aan het moment waarop natuurlijk heel Nederland en omstreken heeft gewacht. De wedstrijd tussen Europees titelverdediger Rudy Koopmans en zijn uitdager Alex Blanchard. Doet het mij veel plezier u de intocht aan te mogen kondigen van de nog ongeslagen Amsterdamse bokser Alex Blanchard. Welkomt u hem met een ovationeel applaus. Hier komt een nog ongeslagen man uit Amsterdam. En natuurlijk geweldig applaus hier voor Alex Blanchard. En dames en heren, ik zal u durven vragen, Rotterdammers, ga eens recht zitten. Want als rechtgeleide Rotterdammer vraag ik nu mijn ring te willen kopen. Europees kampioen in het half zwaar gewicht, Rudy gezegd, Bout en ik en Peter Bonthuis, we hebben er maar een aantal uitgehaald. Maar als ik hier naar links kijk, en ik voel me dan toch weer lekker hoor, als een beetje Amsterdammer. Welkom André Hazes. Nogmaals, dames en heren, geeft u bij de boxers nog één keer een fijn applaus. Rudy Koopmans en Alex Blanchard. Helpersberg, tweede ronde.
Albersberg, Gerrit de Jong. Albersberg, 7-0. Thank you.
Halversberg, 8e ronde. Als er nou ooit eens een bokswedstrijd geweest is die ten volle waard is geweest, dan dacht ik dat dat nu het geval is geweest. Wel, in de 8e ronde vond scheidsrechter John Coyle dat Alex Blanchard niet meer in staat was om zich behoorlijk te verdedigen. Vandaar, dames en heren, dat sinds 1979 is hij Europees kampioen en ook in 1982, vandaag, blijft hij Europees kampioen, Rudy Koopmans. Natuurlijk ook, dames en heren, de man die het gevecht mede zo spectaculair maakte. En die gaan we natuurlijk ook een fantastisch applaus geven. Hier staat hij naast mij, Alex Blanchard. Dit is een geweldige spektakel. Wat fijn dat u hier nog vanavond getuige van kan zijn. En natuurlijk ook alle mensen in de Eemhal. Dames en heren, u zult er ongetwijfeld geen spijt van hebben gehad dat u in de Eemhal vanavond gekomen bent. Helaas, de anderen in het land kunnen er niet van genieten, maar u in ieder geval wel. Het was een geweldig spektakel.